We hebben er sinds kort in Antwerpen weer een kampioen bij. Een Europees kampioen zelfs. In een wel erg bijzondere discipline. Hondenknippen. Danielle Vreken uit Niel kroonde zich onlangs in het Italiaanse Milaan tot beste van Europa. En op het einde van deze maand staat het wereldkampioenschap op het programma. En Danielle is erop gebrand ook daar de nummer 1 te worden. Danielle heeft een hondenstiel, letterlijk dan toch. Want sinds haar 12e is ze bezeten door het hondenknippen. Haar specialiteit zijn poedels. En om die beestjes in model te krijgen, is Danielle toch al snel ettelijke uren in de weer. Bij een koningspoedel is het eerst de snuitjes scheren, de tenen scheren, staartje, de buik, dan in bad, dan drogen en dan helemaal bijknippen. Zeg, en hoe lang ben je er dan ongeveer mee bezig? Dan zijn er ongeveer, wel gelijk als dat in deze staat, een uur of 3, 4 toch wel zo te gaan. Sinds kort mag Danielle zich tot de beste van Europa noemen. Op het Europees kampioenschap in Milaan liet ze alle concurrenten achter zich. En ze knipte daar nogthans een heel gewone koepen. Dus geen terrier met een hanekam of een bulldog met dreadlocks. Hij heeft al eens een hanekam gehad met elastiekjes, maar eigenlijk is dat niet aan te raden, nee. En waarom niet? Het is eigenlijk gezicht, hè. Als je ermee in de stad rondloopt, de mensen bekijken zo van... Oei, met wel op die op de straat. Nee, ik zou het niet aanraden aan de mensen voor het te doen met honden. Kampioen van de Benelux, Europees kampioen en misschien binnenkort ook wereldkampioen. Op 24 en 25 april staat in New Jersey het wereldkampioenschap hondenknippen op het programma. Binnenkort gaan we naar Amerika en dan gaan we voor de wereldtitel natuurlijk. Het is te hopen dat daar ook zo goed is, maar ja, dat is af te wachten. Hè. Wat verwacht je? Denk je dat het gaat lukken? We hopen dat in ieder geval. Hè. We gaan ervoor, zou ik zeggen. Maar nou, ik zie de kansen wel goed in, ja. Zometeen.